vorige keer Digimon Story Cypress doet, werd er altijd op gegeten door een eater. Mooie tijd. Ja. Oh no, Anata! Now Jessamine will never get her dick wet. Of what? I mean his dick wet. I'm confused. En Anata begint langzaamaan zijn geheugen terug te krijgen. Hij kent Hugo. Arata is nog steeds. Ze heeft nog steeds de mentale data nog. Met de kracht van hacken door heel veel dingen in te tikken, lukt alles. Nani? Ah, dat stort heeft zelf dik al genoemd. Ja, ja, dat is wel. Ik ben een beetje confused. Fucking godse zon. Ik heb geen disrespect zoals ik al zei. Ik bedoel, ik heb de game niet gespeeld om mee te zijn. Maar het is like, fuck, fuck. Oh fuck, hij wordt verleiden, Ennis. Hij wordt weer gesuscitated. Snel, stoppen. Nee, stop. Als je met hem voor, heb je voor altijd een Microsoft penis. Sasuke, Naruto! Fuck, hij laatst keer een afgezet op die Gronno in 7, dan had ik letterlijk een Naruto en Sasuke kunnen doen. Zo, so, like, waarom schreeuwen ze tegen elkaar? Is dat woede? Ja? Ah, ik weet of de eerste keer toen dat gebeurde, was like, ah, het begint. Dus een rat is van plan om met Sweden mee te gaan, maar als je dit shit ze niet kunnen. We kunnen het niet stoppen. Sore wa hontou ni kimi no nozomu mono nano ka? Sanada Arata. Het is zijn godin, Kyoko Senpai. Fuck, ik vijf al level 4. Ah, fuck, ik kan helemaal level 3 van het dicht doen. Fuck. Wel, wat dacht je ervan als je een beetje aan de andere kant loopt, like langs de firewall loopt? Nee, dat kan niet. Deze firewall is veel ruimte aan de zijkant. Nee, deze firewall is veel te hoog geleveld en we kunnen niet er omheen lopen. Waarom denk je nou zoiets? Dat is niet zo moeilijk. Waarom zou je denken dat zoiets kan? Spring je gewoon er niet overheen. Je kan niet overheen, je kan niet de springkocht ervoor. Dan loop je gewoon langs. Langs? Nee, dat kan niet. Kijk naar die firewall, dat is sterk. Misschien als ik een ultimate cyber sleuth elite was, zou het misschien kunnen, maar nee. Ik ben maar een alpha. Dus ik kan het niet doen. Just punch him right in his face. May you see him next time. Stop just a second.
slowly but surely I'll find the solution. That's it. That's also a very you response. Natto met curry saus. What the fuck is dit? Duivelpoep. Oh no, waarom duivel? Waarom en misschien nog wat menstruate blood. Een stukje nu mijn mond. Een stukje nu mijn mond vlees. Had ja. Nou, niet vergeten natuurlijk menstruated blood. Why? Dus Kyoko is altijd bezig geweest om de Royal Knights te trekken. Zien we dat toevallig ook gebeuren in Hacker's Memory, weinig kans of? Het is eigenlijk heel anders te doen in Hacker's Memory, maar dat zie je dan wel. I see. Dus er zijn vier plekken waar Royal Knights in zitten en we moeten ze ook halen om bij ons plek te horen. Cool. Examon in Odaiba. Examon is blijkbaar in Odaiba. Dat is die ene grote Digimon die we hadden gezien toen het gat open is gemaakt alleen. Hij wordt echt aan het gegeten aan het worden door de eaters en het een beetje wild aan het gaan. Dus het is best wel gevaarlijk om daar naartoe te gaan. Het is fucking logisch dat hij wat overgaan is. En Exmon is veel te fucking groot, like, we hebben veel meer hulp nodig voor. Dus wat je me wilt vertellen is dat Exmon niet in Smash Ultimate komt, want hij is too fucking big. Ridley is er in Smash Ultimate. Maar Dr. Mario gaf Ridley de plastic surgery om kleiner te worden. Ja, dat is een goeie. Van plastic surgery gegeven, soms. En het, we kunnen geen Exemon krijgen, hij is too fucking big. No, right? It's like serious, it's too fucking big. It's too fucking big. Kijk, vandaag heb je een Pokémon spel, je alle Pokémon als die van de bal van Wailord, maar hij is too fucking big. Er is een reden waarom je Wailord nooit in Smash ziet. Dat is too fucking big. Dat is too fucking big. Eigenlijk, wacht eens even. Nou opnieuw, Ridley was eigenlijk in Smash. Like voor Ultimate. Als een baas. In Smash 4. Als een baas gevecht heeft, maar dat telt niet. Maar ze was in Smash 4. Dat telt niet mee. Nou, fijn. Het moet een karakter zijn. Dat was too fucking big. Ja. Ah, we hebben uiteindelijk de kopje genomen. Blijkbaar... Oh. Merk je net dat Kyoko merkt dat ze tegen. Dat de like, meeste mensen flauw vallen van haar koffie? It's like, is it due to notes, it's over? Ze denken dat ze gewoon wat te goed is voor onze peasants die de koffie niet kunnen appreciëren. I see. En toen vielen we flauw. Ik ga ervoor een nonchalant dat Kyoko nog steeds aan het lachen is. Van, ja, dat is oké. Okay. Is op dit punt doet het gewoon expres. We zijn nu bij chapter 15. We hebben nog like 6 chapters te gaan. Including chapter 15. We zijn bij de laatste chapter over 5 chapters en 4 daarvan. Ja. We zijn lekker bezig. Oh, wacht. Kijk terug naar de afspeellijst. Ik bedoel, we zijn ook meer klaar met... We zijn al over de helft heen. Dat wel. Oh, dat gaat nice. We hebben nog een hele helft te gaan, though. Holy shit. En het is geen korte helft, ook. Ah. Zo, laat me raden wat de tijd voor wat tijd het is. Tijd om te evolueren. Oh. Niet veel, we hebben maar 1 evolutie. Zo, dat is een goede evolutie, maar het is ook niet, we gaan het gelijk terug evolueren, dat is niet zo erg. Ja. Zeg toch maar tegen die goede bitrate. Hey, het is Dark Drummond. Dark Drummond,
I fucking love this Digimon so design. It's like it's so fucking cool, right? I know, right? Holy shit! Is het Darkroar was dat ook niet zo erg avond of niet? Het is een coole avond ook, ja. Maar ja, we kunnen de moeten nog niet gebruiken. Want uiteindelijk zijn ze een ultimate. Dus, we hebben ze een beetje... Mega. We hebben min of meer de Mechamancy droom. We kunnen eerst kiezen welke voor welke rode lijn we eerst gaan. Buiten Examon. Buiten Examon. En... Ja... Dat is het ding. Ik ga... We gaan ze een beetje... Like, we gaan eerst voor Sleepmon. Want Sleepmon leidt ons naar een andere Digimon, zeg maar. Dat we eerst moeten doen, zodat we later Sleepmon kunnen krijgen. Ik denk niet dat Sleepmon de eerste is dat we gaan krijgen. Volgens mij doen we Magnemon eerst. Ik geloof dat. Maar ik eerst ook wat sidequests, daarna ga ik voor Magnemon. Als het goed is. Dat nee, de laatste paar gevechten gaat Jesse zich helemaal vol poppen met healing items. Hoogstens 5 items. Nee, merk hem op later. Eerst ga ik Sleepmon zoeken. Daarna komt... Daarna komt die twee. Zo, wat was die Ruby voor? Wat zeg je? Wat was die Ruby voor? Ruby voor? Ja, je kocht een Ruby. Nee, ik verkocht een Ruby. Oh, je verkocht? Ah, zie. Ze zijn alleen maar verkopen items en zo. Ze zijn alleen maar voor waard te verkopen. Oké. Okay. Maar ja, we hebben een quest om te doen, dus dat gaan we eerst doen. Dus we hebben wat side cases. Het lijkt hoe de team nu managing is en shit. Ja. Alleen ik wist de oude team een klein beetje. What's taking a loser so long? Wanna get the heck out of here already? No way, no way, Akatsuki is the problem, it's really peaceful, we got a one. Okay, the kid out there, swatting lies in the bacon. Don't fuck me with the stick, I'm telling you right now, it's like, fuck you, I'm gonna fuck you up, mate. That's you, let's go, go on, scoot. Yeah, the bag falls by a beetje. The glitchiness van je ding. I wanna go back home. How do I even start to get home? There's no reason to fear. Men die when they are meant to. So... Fuck off, you know? Oké, okay. Jij mag afgestapt worden door die man. There's niks hier! Ah, je ziet al een beetje glitchy daar. Ja. Ja. Misschien is het denk ik gewoon aan het overheaten. Dat is waarom ik blij ben met mijn computer, want het gebeurt gewoon fucking bijna nooit. Met mijn computer. Maar belangrijkste is, vooral wanneer ik die van story zei, besloot ik per PCF aan het opnemen ben. Maar toen ik heel aan het opnemen was, dan gebeurde er fucking niks. Met de laptop. Het was op de... Oh. Ik deed het op je laptop, hè? Ja. Dus voordat ik de computer gebruik. En hier hebben we Sleepmon op Kentaurusmon in de Engelse dub. Hij is veel te fucking snel. En oh shit, we zijn net zo snel in de Great Challenge als hier. Fuck. Hij gebruikt speed down en volgt zijn speurden. Hij gebruikt speed down nog een compartje koudbol. Ik zweer het je, als jij je speed, dat heet het omhoog doet, krijg je nooit dezelfde effect als hem. Het is alleen met baasgevechten, die baasen krijgen op gewoon all speed, fucking. Wat voor burden hij krijgt. En wisselen helpt niet eigenlijk, of wel? Je kan haar sneller toe wisselen, maar het maakt niet uit, ik kan het gek winnen. Wat hem nog sneller maakt. Oh, Bitfrost maakt hem sneller. Haha, je bent... Ja, I'm too fast. You're too slow. Nee. Oh shit. Son of a bitch. Maar hoe weet ik je ook de naam van deze Digimon? Dat is veel te veel weet. Alright. Omegamon weet wie dat is, though. Like no, dat is no shit dat ik niet weet. Er is maar één iemand die net zo snel is als hem. Dat is Ultimate Speedramon.
Kijk, hij is volgens mij super. Wij weten wat is gebeurd met ons voor Fiedre Mollers Hek. We hebben die even gespeeld, want hij is zijn naam gewend. Kyoko weet wat er met Ulfors Fiedre Mollers is gebeurd, maar Ulfors Fiedre Mollers zit vast in een andere dimensie. En is een beetje dood gegaan. Ja, wel, is gewoon dood nu. Ze fuck man. Ja. Multi dimensional space. Parallel worlds. Oh, ik krijg wat bullshit hier. Dus als ik me wil stellen, is dat er naar een andere wereld gaat, zelfs als dit is, maar dan met iemand die ons voor Spiderman neemt. Well, NS heeft geklapt om al omdat hij is gevallen ergens. In ieder geval. Dus ja, we moeten naar een andere fucking wereld gaan om wel voor het Fiedremon te halen. Holy shit. Anders hebben we geen kans tegen Sleepmon, dat is het hele punt van dit. Het is op dat er iemand die heel verdedigend is, maar. En laatst zijn het iets gedaan waardoor ik wat extra eruit heb geknipt. Dat werkt voor edit werken en is een fucking. Well, we gaan even naar Mirai en Mikagura gaan, want zij weten natuurlijk wat de fuck een andere wereld is. Zij reist tussen dimensies heen. Fuck, hè. There's no Japanese food about here. Make some good food when I come back. Oh. Ja, oké. Okay. That's just cool, I guess. I don't know what that is. Zo. Wat de fuck was dat, Dennis? Opeens vallen ze de camera aan. Why? Ze hebben een probleem met deze commentaar, blijkbaar. Ja, ze wil dat je mayonaise haalt. Fucking hell. Het is like, ik heb gezegd, voor 7 uur kan ik het halen. Jullie wilden niks. En nou opeens, we hebben een fucking mayonaise nu. Zo, Jesse, wat is de keekakku? De keekakku is om naar meer in kakker te gaan, want die weet hoe we naar een andere wereld toe kunnen reizen voor de Spiderman. Maar eerst hebben we wat sidequests om te doen. I see. Maar ja, we moeten ook wat Digimons evalueren misschien. Zo, Jesse weet niet wat hij wilt. Ik weet wat ik wil. Maar met Digimon is een ander verhaal. Zo, even nadenken. Oh, kom op. Dat is jammer. Nee, je hebt geen enkel idee of wel, hoe het zit met al die tactical USB's. Of je al zo ver bent met het maken van die shit. Op dit moment heb ik volgens mij... op een gegeven moment heb ik ze gewoon allemaal. Nice. Je hebt er gewoon 9. Ja. Ik ga Skullmeramon meenemen, want fuck you, man. I have no objection to this. This is a really good argument. The best argument, fuck you. Get fucked. Dat is iets dat de debatteurs laat verliezen automatisch. Ja. Ik weet het, het is perfect. Ik geef het terug wat je zegt, het is gewoon perfect, fuck you. I'm asking to help. Could you take down a few Shacklemon and collect 8 shells for me? Oh, wat shackles verzamelen, hè? Oh, fuck you, ik heb betere dingen te doen. Zo, grote prik. Misschien wel met die UKIP meedoen. Het is geen vier shackles als je meedoet. Oh fuck, dan wil ik meedoen. ik ben niet eens Engels, what the shit. Maar je kan toch Engels praten, je hoeft alleen maar daar te leven. Volgens mij is dat genoeg. Ik wil dan niet leven. Dat is heel goed punt.
Zo ja, we zoeken dus naar shells. En hoe vinden we deze shells, Jesse? Door random vijanden te zoeken die de shells dragen. Oeh. Dus, wat jij nu zo'n beetje gaat doen, en dit is gewoon een vermoeden, is jij explore deze dungeon eerst. En nadat je klaar bent met exploren, knip je weg. Ja. Als je niet alle shells hebt verzameld. Ja, dat. En ik ga ook veel grinden, want er zijn wel te oefenen. Dat heb ik niet op te zoeken. En natuurlijk geeft hij veel meer XP dan een champje. Dat heb ik niet. Die is al de eerste Digimon waar we het over hebben. Blue Metamon. Die is een ultimate. Dat we al eerder hebben gezien. Ik ga het gewoon in één keer vermoorden hier zo. 500 schade. Oh, wat nice. Ja. Weet je nog die laatste gevecht die je had tegen die ene eater die had vermoord omdat je geen magische Digimons had? Mijn vermoeden is dat toevallig Andromon een van je Digimons die gebruikte. Ja, blijkt volgens mij vooral Heaven Standard of zoiets. Ja. Ja. Yeah. Well, Andromon is een perfecte hybrid tussen de verdediging en de magische verdediging zo. Hij heeft allemaal shit HP. Ja. Andromon is echt een hele goede Digimon. Ja. Dus Ennis, wat vind je van het feit dat mensen heel veel, opeens aan het zeiken zijn over korte tijd dat de predicting is? De nieuwsoutlets zitten letterlijk te zeiken dat kinderen addicted zijn door korte tijd, dus ze geven allemaal de game de schuld en niet de ouders. Ik denk, weet je wat, ik ga hierbij de ouders verdedigen. Ik denk niet eens dat de ouders iets kunnen aandoen dat voor tijd verslavend is. En er is niet echt zoveel verslavend als andere spellen, dat is het ding. Het is gewoon het nieuwste grote spel, verslavend is, weet je. Je kan het spel daarvoor niet de schuld geven, weet je. Het is je eigen pap. Je kind doet of niet doet. Exactly, waarom de fuck is opeens kinderen schuld dat ze verslaafd raken aan de ouders. De kinderen schuld dat ze verslaafd raken. Eén iemand stoffen deed in haar boek, dus daar zegt feit kort uit de schuld dat zij in de boek deed. Fuck you! Dus we kunnen net zo goed op films verbannen, want de kinderen keken ook in sommige films en deed in een boek, hoor. Is die gast die op die fiets rijdt en vervolgens een stok tussen zijn wiel zet. En dan vervolgens zegt, ah! Fucking video fucking games! Fortnite! Het is allemaal holies. Fuck, what the hell is like. Waarom de hel ga je Fortnite de schuld geven van alle dingen? Nou, right. Het laat gewoon zien dat je geen enkel idee hebt hoe mensen gedragen. Mensen zijn verslaafd aan tv voor een tijdje geweest. Mensen waren verslaafd aan boeken. Je probeert dan alles de schuld te geven behalve jezelf. Mensheid is zielig. Ja. En daarom moeten ze allemaal nieuw kennen, zie je het? Kijk van. Waterdicht. Ja, het is waterdicht. Want er is geen water meer. Daarom is de water dichtvallen. Genius. Waarom ben jij niet de president van Amerika? ik moet gewoon naar Amerika gaan. Dus ik zou heel gewoon president worden. Just nuke everything. Nee, probeer eerst gewoon een American citizenship te krijgen en alles. Paspoort, everything. En dan word ik de president. Weg met die Nederlandse paspoort en dan word je president. Perfect. Dan opnieuw moet wel geboren zijn in Amerika, je moet wel geboren zijn in Amerika om de president te worden, geloof ik. Dan moet ik iemand neuken en mijn zoon de president laten worden. En dan in de achterkant alles nieuwken. En dan moet je de shadow president worden. Ja, dat bedoel ik ook. Ik word de shadow president. En dan nieuwken alles. Een waterdicht pand. Want je gooit de nuke zo nodig op de water. Als er geen water is. Als er geen water is, is de water dicht vol. Zo ziet het mezelf. Ik ben wel lekker bezig geweest met evalueren. Ik had mezelf gewonnen al eigenlijk. Silphimon was volgens mij een van de hele bijzondere Digimon, dus wat was ook weer zijn lore? Hij kan de Gallic doen. Oké, dat is één ding. Als ik naar zijn lore ga kijken. Want ik weet niet, ik herinner me iets dat me echt heel erg bijzonder maakt ofzo. Misschien verheer ik me iets verkeerd. Silphimon.
kijken wat we kunnen we ook nog te weten krijgen van Silphimon. A beast man Digimon which dogecrest evolved from Ecumon and Tailmon. It possesses tenacious leg strength and its leaping power is said to reach great heights. Also it is able to fly about by spreading both of its arms and soaring like a glider after leaping right high into the sky because it's... Yeah? Jess, Jess, beeldscherp, beeldscherp. Oh. Shine Greymon! Oh, on the dick. Kijk dan wel eens, voor me is. Ik zei, ik dacht dat die vleugels aan het vast zouden staan. Maar ja, verder. Process is the information detected by the radar on its ears. As images, it transmitted to the head mount display. Equipped to its head. It is able to accurately find the opponent regardless of day and night. Its special moves are firing and... Okay, het is niet te veel voor speciaals aan en buiten dat. Misschien is het een andere vorm dat toevallig is? Lijkt ze evolutie daarna? Laat dat maar voor een andere keer dan. Nou, we zijn klaar. En nu is Noormon geëvolueerd in Shell Noormon. Nee. Het was een waste of time. En nou kan hij mij verslaan volgens hem. Misschien moet hij dan de president worden van Amerika. Nee, want dan gaat niet alles nieuw. Ik heb het alleen ik. Weet je wat? Dan ga ik iets heel erg interessants iets leuks vertellen. Dus we hebben het klant geweest zijn in een aanval uit de klas van 1 tot 3 te raken. Dus kan ik 3 keer yes. raken. Laten we Shine Greymon even uittesten hier. Fuck you, ik kan. Yes. Dus eigenlijk hem eerst vermoord. Nee. Fantastisch. Dus hebben we onze eerste mega of niet? En is ben je er nog? Waarom internet? Waarom doe je me dit aan? Yes. We hebben Shine Greymon als eerste mega. Cool. Ja, het is alsof je het allemaal had gepland. Ja, het is mijn favoriete mega. Wacht eens even, was het Dark Drummond niet je eerste mega? Oh fuck, je hebt gelijk, maar ik heb hem teruggeëvalueerd. Toch steeds, het was je eerste mega. Ja, als je dat zo wilt bekijken. Grappig, als jij Greymon een Dark Drummond hebt, dan krijg ik hem gevochten in zijn gelijk. Ja. Wel grappig stel vandaar dat de Dark Demon like duisternis is en Shine Greymon is licht. Ja, dat is best wel grappig. Even, we gaan er wat door. We hebben betere dingen te doen. Nou, right. Zou je toch wel iets grappigs horen? Wat? Ik had een nieuwe klant, like what would in de McDonald's. En je wil niet weten wat voor soort klant het was. Dat waren fucking duiven. Oh. Nou, elke fucking keer komen deze duiven like rond de voor acht uur gewoon in die winkel like rondlopen. En ze poepen zijn ze misschien niet je hawk-zenners? Nee, niet, want ik zie ze elke keer niks. Ik jaag ze weg. Maar wanneer ik weer terugkijk, zie ik dat ze op de vloer hebben gepoept. De fuckers. Ja, ze ruimte dat ik niet zelf opgezet. We moeten ze boetes geven. Alright. Ja, ik heb beter idee. Laten we ze nieuwken. Laten we duiven nieuwken. Ja, ik zie het lekker. Een nieuw is een oplossing voor alle problemen, man. Dus kom op, laten we eerlijk zijn hier. Nou, right. Ze reden waarom Hillary Clinton dat elke keer wilde gebruiken. Ja, je kan alles oplossen met een nuke. We hebben nog twee extra side cases te doen. Fuck jou, muis.